Ik spreek in mijn werk vaak managers en marketeers en dan proef ik een enorme frustratie. Ze lopen vaak aan tegen beperkingen. In hun team, in hun organisatie, bij klanten. En hoe doorbreek je nou die patronen? In mijn programma ga ik je technieken leren hoe je om dat te doen. En een van de technieken die ik wil leren is de formule P is P min I. Die kleine P staat voor je prestatie. De grote P staat voor je potentieel. En in de ideale wereld zouden die twee elkaar gelijk moeten zijn. Maar daar komt het verenigde I'tje om de hoek kijken. De I van interference of beperkingen. Ik ga je technieken leren hoe je die twee P's dichter bij elkaar kunt brengen. En hoe je dat kunt gebruiken voor creatieve concepten.